ooit op mijn 15e, mijn vader die zat bij dat voormalig verzet en die gaf les op school en die was ook met de 5 mei viering bezig en die vroeg wat ga jij nou doen voor vrede? En ik denk, huh? Toen zei ik tegen hem, nou weet je wat, geef maar 100 gulden en ik ga een festival, een popconcert organiseren. En dat werd Bevrijdingspop. Nou, dat werd elk jaar groter en groter en op een bepaald moment werd ik gevraagd om dat over heel Nederland op te zetten. Dus ik denk dat iedereen, ouders, bedrijven, besluitvormers, iedereen jongeren veel meer kansen moet geven. Want er zitten nog veel meer van dat soort talenten tussen die waanzinnige mooie festivals, campagnes, bedrijven van de grond kunnen tillen als ze maar gevraagd worden om mee te doen. Nou, toen ben ik 10 jaar geleden met Dance for Life begonnen. En dat is nu ook al in 30 landen. Er zijn honderdduizenden jongeren bij betrokken om de stilte en de taboes rondom HIV en AIDS te doorbreken. En dan krijgen ze concerten van DJ's als beloning. En iedereen kent dat nu is een van de meest populaire goede doelen in Nederland. En daarna ben ik 2 jaar door Afrika getrokken en het Midden-Oosten. 51 landen bezocht. Heel veel conflicten gezien waarvan de wereld niks weet of waar ze van wegkijkt. En ik denk, is het belachelijk dat we wel een Amnesty hebben voor mensenrechten en een Greenpeace voor milieu. En dat we niet zoiets hebben voor vrede. Om mensen daar massaal bij te betrekken. En we zijn nu 3-4 jaar bezig en het groeit als kool. Zit al in 45 landen, doen duizenden mensen mee. Het is de snelst groeiende goede doel op Facebook met zo'n 1000 nieuwe likes per dag. En waar we ons op richten is dat we binnen een aantal jaren een paar honderdduizend nieuwe peacebuilders willen hebben geworven. Met name jongeren die muziek en kunst en social media gebruiken om tegenpolen bij elkaar te brengen en zo bij te dragen aan het voorkomen van nieuwe oorlogen. Mijn geloof is dat ik mijn संगीत दे रही इस सरहद पार करांगा जां अपने मरण तो बाद en daarom ben ik dus Masterpiece begonnen en en ik nodig ook iedereen uit, alle bedrijven en alle jongeren om daaraan mee te gaan doen. Want dat is ook precies waarom Dance for Life en Bevrijdingspop een succes zijn geworden. Omdat iedereen dat in zijn hart ging sluiten en het tot een groot succes wilde maken. Jongeren zijn natuurlijk eigenlijk altijd per definitie een beetje eigenwijs. Ze willen het zelf vinden en zelf weten. En internet voorziet daar heel goed in. En dus als je met je merk ook zorgt dat je eerder gevonden wordt dan dat je je opdringt, dan ben je goed bezig. Ja, jongeren die hebben zoveel informatie beschikbaar nu. Het laatst las ik dat ze zoveel informatie hebben als een president in de jaren 60. En die had er dan nog een hele veiligheidsdienst voor. En dat snappen ze ook heel goed. Je kunt ze geen nonsens meer verkopen, want dat vinden ze ook wel. En als je het echt snapt, als merk, als marketeer, dan kun je heel veel sneller groeien dan 20 jaar geleden. Voor mijn vak wordt dat ook heel veel gebruikt natuurlijk. Al die jongeren in Brazilië en Venezuela en Oekraïne, die kunnen razendsnel elkaar mobiliseren om door die social media. En van bovenaf kan dat niet zo heel makkelijk meer worden ingegrepen. En dat is wel goed ook. Weet je, het is zo'n mooie doelgroep en zo'n leuke doelgroep. En ja, toch zie je regelmatig dat nog lang niet iedereen snapt hoe je ze nou moet bereiken, welke toon je moet aanslaan, waar je ze nou wel mee kan raken en niet, waar ze nou wel voor kunnen lopen of niet. Het kan soms in een woord zitten, in het juiste medium wat je kiest of niet. Het is zo fragiel en zo spannend daardoor. Het is net als een bakker, weet je wel. Vergeet je het zout, dan smaakt het hele brood niet meer. Het kan in kleine dingen zitten. En dat soort wijsheid kan je alleen maar bij dit soort belangrijke congressen ophalen. En dan heb je er nog jaren lol van.